iedereen die bij HSV heeft gespeeld of iets met HSV heeft, die heeft een heel warm gevoel bij de club. Het pakt je echt. Het stadion, alles eromheen. Dus iedereen wil er graag bij horen. Het is een megastad. Ik heb in deze 2 jaar zeker nog niet alle plekken gezien. Het is heel groot. En, ik heb het heel erg naar mijn zin, ook hier buiten het voetbal. De 20-jarige verdediger is op zijn plek in de Duitse stad met bijna 2 miljoen inwoners. Hij woont in een luxe appartement in het noordoosten van Hamburg, samen met zijn vriendin Puk. Het is leuk, dus ik denk dat ik ook wel van een uitdaging hou. En het is eigenlijk niet heel moeilijk geweest, omdat we zijn samen en we zijn altijd met elkaar. Ik ben nooit alleen en zodra ik stress heb of er is iets gebeurd of zij is altijd hier, dus ik kan altijd met haar over dingen praten en dus fijn om iemand altijd bij je te hebben. En zo'n persoon ben ik ook, denk ik wel. Ik ben graag met mensen om me heen en het is ook hier, dus fijn. Bij Sparta had Van Drongelen al een goede band met de supporters en dat is nu ook zo bij HSV. Veel fans die toch niet altijd het meeste geld hebben, die het beetje geld dat ze over hebben in de club stoppen om een sfeeractie of om naar een uitwedstrijd te komen. Bij uitwedstrijden af en toe meegemaakt dat er meer dan 10.000 fans van HSV erbij zijn. Dat het eigenlijk een soort van thuiswedstrijd is, omdat er zoveel mensen van HSV zijn. En dat geeft denk ik iets extra's en dat geeft ook wel een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Die mensen zijn er ook voor ons geweest toen het slecht ging. Bijvoorbeeld de degradatie, toen stonden hun ook voor ons, toen waren hun ook daar, toen zongen hun ook voor ons. En daarom kan je af en toe ook aan hun denken. In de stad zijn de fans van HSV ook erg positief over de jonge Zeeuw. Hamburg is een havenstad, niet te veel praatjes, maar hard werken. Het lijkt op het lijf geschreven van Van Drongelen. Also, mir gefällt er gut. Jong, dynamisch, einer der vorangeht. Also von daher, solche Spieler haben wir nicht allzu oft. Nach 2 Jahren schon ziemlich wichtig und auf jeden Fall mit ganz viel Potenzial für die Zukunft. Ja, also die Beziehung zu den Fans ist eher so der Anheizer und der Pusher, ja, absolut. Und passt auch sehr gut rein, tatsächlich. Also bestens, passt zu Hamburg. Ich glaube, so einem Spieler sind alle Möglichkeiten offen und ich glaube, seine Einstellung stimmt. Ich glaube, er kann zu einer richtigen Abwehrkante werden. Es gibt ja einige Vorgänger bei den Holländern sozusagen und ich glaube, dass er keine Grenzen hat. Also er hat sich ja tatsächlich meines Erachtens richtig gut gemacht, gut gemausert und ist momentan nicht wegzudenken. Also um einiges besser als der ein oder andere beim HSV. Also wenn es gut läuft, ist er unsere Garantie, dass wir mit aufsteigen. En promoveren, dat is wat Van Drongelen ook wil. Na de eerste degradatie van HSV ooit vorig jaar staat de club nu op de 4e plek in de tweede Bundesliga. De eerste 2 promoveren naar het hoogste niveau. Met het slot van de competitie voor de deur is het nog reuze spannend. We moeten wel oppassen. We moeten alert zijn op alles wat nu gaat komen. Ploegen zullen ook punten tegen ons willen sprokkelen. Dus, ja, daar moeten we alert op zijn, maar vooral ons concentreren op ons eigen spel en dan zie ik het goed komen. Ondanks alle belangen weet Van Drongelen hoe uniek dit leven is als profvoetballer. Het is natuurlijk een droom van zoveel kleine jongens en uiteindelijk ga je er wel voor en zeg je tegen al je vriendjes en ik wil graag profvoetballer worden. En iedereen droomt dan van om in zulke grote stadions te spelen. Dus, maar ik had er niet op durven hopen.